Voor de nieuwe woning die ik kocht van mijn zoon Arjen lag grind dat echter sterk vervuild was met zand. Omdat ik het grind wilde hergebruiken in de achtertuin, heb ik het wel op de volgende manier gerecycled. De wasstraat voor steentjes. Er zit heel veel zand bij. En dat leg ik op de strijkplank. En vervolgens het zand eruit. En dan gaat het in de bak om later bij de cipressen gegooid te worden.